Welkom bij BU1 Politiek. Vandaag is mijn gast Jan-Bert Heijnen van de SGP, fractievoorzitter in onze gemeenteraad. En sinds kort ook op de Provinciale Staten verkiezingslijst verschenen. SGP, een 100 jaar oude partij die al 5 jaar hier in de raad zit. Jan-Bert, welkom. Dankjewel. We gaan even de actualiteit doornemen van dit moment. We gaan het even hebben over de provincie en over lopende zaken die in de gemeenteraad zitten. Ja. En over die provincie is best wel interessant aan te worden. Ik wil even beginnen met een verklaring die begin januari opspeelde in het publieke debat, noemen ze dat. Dus in de pers en ook wel landelijke politiek. Dat was de Nashville-verklaring. Dat was een orthodoxe zienswijze op seksuele geaardheid en hoe daarmee om te gaan. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in de Tweede Kamer die had hem ondertekend. En op 14 januari zetten jullie eigenlijk een verklaring op jullie website, ook over die Nashville-verklaring en over de commotie die daaromheen zat. SGP keurt nooit personen af om seksuele geaardheid. Wat was het doel om dat te plaatsen? Nou goed, vanuit de publieke opinie en natuurlijk reacties. Die verklaring die werd natuurlijk wereldkundig gemaakt. Diverse groepen die daarop reageerden. Er werd gezegd van anti-homo, anti-lesbienne en transgenders. Dat is totaal niet aan de orde. En wij vonden ons geroepen om dat duidelijk aan te geven. Ook ongeacht de geaardheid, dat wij daar ook geen onderscheid in maken. Wat hier ook eigenlijk speelde was natuurlijk het huwelijk. Exclusief voor man en vrouw. Vanuit Bijbels perspectief. Dat is zo is Kees van der Staaij er ook in gegaan. Dat standpunt is al, zolang de SGP al bestaat bij wijze van spreken, ook vanuit de Bijbel. Dat in die lijn. Maar niet dat het een anti-homo verklaring is. Er wordt dus gewoon gezegd jij doet niet mee en je hoort er niet bij enzovoort. Ja. En dat vonden wij een brug te ver. Sowieso die hele verklaring, dat die niet nodig was. Er zijn diverse predikanten die hebben ook voor gewaarschuwd. Van jongens, doet het nog niet. Je gaat dan eerst een stuk bezinning, want ook de kerken hebben natuurlijk ook in het verleden natuurlijk fouten gemaakt. Hoe ga je met mensen om? Wij voelden ons toch geroepen, ook omdat de SGP natuurlijk ook in de publieke opinie genoemd werd. Omdat Kees van der Staaij natuurlijk als fractievoorzitter landelijke bekendheid heeft. Om daar ook aan te geven hoe wij erin staan. En ook ten aanzien van ook een stukje steun richting Kees van der Staaij, wat hij eigenlijk bedoelde. Want dit was niet ondertekend, die verklaring. Hij heeft hem ondertekend. En ook de manier waarop dat opgegaan is. Dat is, er waren natuurlijk een andere, hoe er naartoe gegaan is. Dat was hem ook, verraste hem ook. Maar hij heeft wel gezegd van, ik heb me toegezegd. Dus ik ga mijn handtekening er niet afhalen. Dus, maar hij heeft wel gezegd, ten aanzien van de verklaring, dat er ook er zit ook in de Nederlandse versie een soort aanhangsel, waar dus ook een soort schuldbelijdenis is. Ook voor de kerken, dat er fouten gemaakt zijn en dat er ook zorg nodig is en ook omgezien moet worden. Mensen met een andere geaardheid. Moet hij niet ver weg blijven van dit soort verklaringen om kerk en staat die gescheiden is? Kerk en staat, ze hebben allebei een eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft gemeend om daar vanuit Bijbels perspectief daar invulling aan te geven. Achteraf is het natuurlijk of dat wel wijs of... Ik denk dat het ook een theologisch iets geweest is. En dat je daar dan ook vanuit de politiek daar... Jullie nemen geen keihard afstand van die Nashville-verklaring in jullie statement. Is dat bewust of is dat wel de bedoeling geweest? We hebben gewoon gezegd van... ten aanzien van de geaardheid. Maar ook gewoon, omdat het een Bijbels... Even losstaan van die Nashville-verklaring. Die wij gewoon overbodig vinden. Maar dat het dus gewoon vanuit Bijbels perspectief er ook duidelijk over gezegd wordt. En met name dan exclusiviteit, huwelijk tussen man en vrouw. Daar blijven jullie voor staan. Hebben jullie veel reacties gehad op dit hele gebeuren? We hebben ook wel een hoop positieve reacties gehad op onze reactie. Dat is ook positief. Maar goed, er zijn ook een hele hoop reacties geweest. Als je dan kijkt hoe op Kees van der Staaij gereageerd is. Ook wel buitenproportioneel. Dan denk ik van jongens, dan is de vraag van gaat het nu nog om deze verklaring of zijn er andere krachten en machten ten aanzien van het christen zijn die meespelen.
Snap je dat mensen diep gekwetst zijn door zo'n verklaring? Ik snap, kijk, Toon maakt de muziek. En als er dus een bepaalde signaal afgegeven wordt, hè, als iemand zegt van joh, het is een anti-homo verklaring. En dus Toon wordt gezet, dat wordt behoorlijk aangegrepen. Ja, kijk, als je zelf ook iets in de krant ziet staan, bij wijze van spreken, wat jou aangaat en jou treft, ja, dan denk ik dat je er ook een reactie op geeft en daar ook niet blij mee bent. Persoonlijke aanvallen. Ja. Een andere... Terwijl de bedoeling, een andere bedoeling mee bedoeld was. Alleen ja, op een gegeven moment zie je daar een stukje verhardheid. En ja, niet tot elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan. Want dat is eigenlijk, dat zou eigenlijk de bedoeling moeten wezen om met alle partijen met elkaar in gesprek te gaan. En elkaar daarin te vinden en ja, de dingen uit te spreken. Dat is ook de enige manier natuurlijk waarop een democratie werkt. Dat klopt, helemaal. Andere manier waarop een democratie werkt of niet werkt, is de Westdijk. Ja. Om even op te focussen. De gemeente zet een dwangsom. Even mijn bewoordingen. Ja. De gemeente zet een dwangsom. En die zegt, jullie moeten die rommel opruimen voor die datum. Anders krijg je die boete. Ja. Dan dreigt die partij, het waterschap, met een rechtszaak. En de gemeente zegt, oeh, ja, mag een jaar langer erover doen. Ja. Is dat heel krom gedacht? Nou ja, goed, ik denk voor de mensen die, en dat geldt voor ons net zo. Hè, we hebben natuurlijk in 2016, ja, is het allemaal gaan spelen. Mm-hmm. Nou goed, dat er op een gegeven moment ook vervuiling, hè, 2017. Allerlei onderzoeken geweest. Nou ja, goed, uiteindelijk 2018 is er besloten om ja, de dijk te gaan reinigen. Thermisch gereinigde grond. Nou ja, dus niet gereinigde grond, het was ook gewoon vervuilde grond. Tot op heden, tot de dag van vandaag, nog steeds lekt. En nog steeds stoffen uitstoot. Mm-hmm. En ja, doorgespoeld moet worden. Wij hebben natuurlijk gezegd, en dat hebben we natuurlijk ook vanuit de raad gezegd, van ja, dat spul wat er zit, moet gewoon weg. Ja. En er waren vier varianten. Uiteindelijk is het gewoon van... Dus een keuze gemaakt? Ook, een keuze gemaakt, waterschap natuurlijk ook. Mm-hmm. Ook voor de toekomst natuurlijk. Van ja, jongens, het moet weg. Ja. Alleen... dat is prima, alleen ja, waar gaat de grond heen? Vervuilde grond, waar moet het heen? Waar moet het verwerkt worden? Wie wil het hebben? Daarnaast natuurlijk het kostaspect, waar het waterschap natuurlijk voorop moet draaien. 20 tot 30 miljoen? Ja, en ik denk meer dan wat die dijk, wat de kosten geweest zijn van de dijk, om het aan te leggen. Duurde van het traject van Nijkerk tot Amersfoort. Ja, dus een heel stukje, of een heel duur stukje, 2,5 kilometer dijk. Waar we nu mee zitten. En wij willen dat gewoon weg hebben. Nou goed, de gesprekken die er geweest zijn. Nou ja, het waterschap, die natuurlijk ook met allerlei ja, problemen en uitdagingen zit. Die proberen natuurlijk ook met die termijnen uit te komen. En er werd een keer weer gezegd, over stormseizoen. Hè, dan kon het weer niet. Broedseizoen. Broedseizoen. Ja, elke keer. Nou ja, dan denk je weer een soort vertragingstechnieken. Nou goed, de termijn was een plan van aanpak, als ik het goed heb, in maart 2019. Mm-hmm. Dat was dan, ja. En dan in november dan ermee aan de slag te gaan om de zaken op te ruimen. Voor 2020 schoon was het plan. Juist. En nu is het doorgeschoven. En we hebben natuurlijk ja, ook nog vragen natuurlijk, ook richting de wethoudercollege. Ja, hoe zijn die gesprekken gegaan? Wat is er gebeurd? Kijk, ik snap natuurlijk dat zij ook nog de verhoudingen met het waterschap, die hebben natuurlijk ook met andere contacten, dat ze die op een goede manier willen doen. Ja, maar alleen, de dwangsom is natuurlijk, ja, op een gegeven moment houdt het een keer op. Voor ons is dit echt ook, ja, dit is nu gebeurd, dit is nu echt gewoon klaar, dit is nu echt het laatste kans. Hè, want het is al een keer eerder gebeurd. Ja, op een gegeven moment maak je daar ook natuurlijk niet echt, daar maak je ook belachelijk mee dan. Ik kreeg de vragen doorgespeeld van, ja, nou een aantal weken terug was er een onderzoek van het waterschap dat er toch die uitvloeiing in die sloten, wat eigenlijk in 2016 ook al eens geopperd was, dat die toch wel veel verder de vervuiling de polder in brachten. Ja. Moeten we gewoon niet heel bang zijn dat het, omdat het een jaar langer duurt, dat het probleem veel groter gaat worden, toch? Nou ja, die zorg hebben wij ook. Dat is natuurlijk van, ja, de tijd tikt door. Nou ja, weersgesteldheid, gaat de spoelen, hè, werkt dat dan? En kijk, als het echt een keer een behoorlijke stortbui of iets dergelijks is, van ja, dan zullen er ook ja, stoffen de weilanden gaan. En daarnaast natuurlijk, het wordt gelost in het Randmeer. Hmm. Dus ja, wat zijn daar de effecten van?
Ja, dat is een grote waterbuffer, kan wat hebben. Ja, dat wordt gezegd, een grote waterbuffer. Maar ja, goed, in het begin natuurlijk. Een beetje gif helpt tegen waterplanten. Dat is natuurlijk een andere tak van sport. Maar goed, ja, gif is gewoon funest voor flora en fauna. Ja. En dat willen we gewoon weg hebben. En goed, voor ons liggen er natuurlijk ook nu vragen van, oké, wat is hier gebeurd? Hoe gaan we het verder aanpakken? En is dit nu gewoon echt, want dit moet gewoon weg. Dit kan niet wezen dat dit nog jarenlang doorcijpelt en doorettert. Nou heeft zo'n waterschap een bestuur. Er zijn verkiezingen voor binnenkort. Ja. Democratisch. Ja. Heb je het idee dat er ook controle op is, qua democratie? Want kijk, als er iets in de raad gebeurt, een wethouder haalt iets uit of er gebeurt iets, wordt het ter verantwoording geroepen. Ja. Gebeurt dat door de SGP bij het waterschap? Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de dijkgraven en heemraden. De heemraden zijn natuurlijk de wethouder, maar je hebt natuurlijk ook de provincie, die daar natuurlijk ook weer toezicht op heeft. De provincie heeft natuurlijk ook toezicht op de gemeente en daar een rol in. Ja, en die zal er natuurlijk ook kijken van of alles volgens de regels en ook op een integere manier gebeurt. Kijk, nogmaals, het waterschap zit natuurlijk ook behoorlijk met het handen in het haar. En ja, die willen natuurlijk ook zo snel mogelijk. Maar ja, dan is het natuurlijk van, wat zijn de redenen? Is het financieel? Waar kan die grond heen? En dat is goed zo. We hebben overal begrip voor. Alleen maar voor onze gemeente is het gewoon zo snel mogelijk die zooi weg. Helemaal duidelijk. We hoorden het woordje provincie al vallen. En dan komt eigenlijk met die dijk ook weer een noemer, de RUD, de regionale uitvoeringsdienst van de gemeente en de provincies. Ja. Jij bent ook van de gemeente en de provincies. Want je staat op een lijst. Op welke plek sta je? Tiende plaats. Tiende plaats. Is dat een verkiesbare plek voor de SGP in de provinciale staten? Nou ja, goed. Voor het eerste aanzicht is het, met ten aanzien van het aantal zetels, hoeft dat niet 1, 2, 3 een verkiesbare plaats te zijn. Maar voorkeurstemmen of dat soort zaken kan het altijd natuurlijk anders uitpakken. Mm-hmm. Maar goed, ik ben eigenlijk als lijstverbinder ook ter aanzien van, we vinden de provincie belangrijk. Je ziet steeds meer dat die provincie meer in beeld komt. Ja. Door allerlei dingen die bij ons in de gemeente gebeuren. Zelf heb ik ook gezegd van de gemeente staat nog te veel op afstand met de burgers ook. Dus die zal ook meer richting aan de burgers. En niet van dit mag niet, dit kan niet enzovoort. Maar ook kijken van wat zijn er wel de dingen mogelijk. En een goede verstandhouding tussen provincie en gemeente. Ja, daar hebben de burgers ook alleen maar profijt bij. Als je nou de provinciale staten ziet. En we hebben hier in de gemeente Bunschoten nog wel eens mee te maken. Ik zeg even dan meestal op negatieve manier. Ook op positieve manier, maar die licht ik ook nog wel toe. Biogas, Westdijk. Ja. Negatief, nou ja, mooie wegen rond dit dorp. Want alles buiten de bebouwde kom is provinciaal. Ja, vervoer. Vervoer, bussen, openbaar vervoer. Ja. Wat vind jij, wat vind je nou een taak waar ze in kunnen verbeteren? Nou ja, goed, waar ze in kunnen verbeteren is natuurlijk, we hebben natuurlijk de biogascentrale overlast. Hè. Er wordt ook wel eens gezegd, veel de provincie die pakt niet door. En de hele tijd heeft dat doorgecijpeld. De provincie dat hij ook wat meer luistert naar zijn burgers en naar wat de mogelijkheden zijn. Ik bedoel ook met huisvesting, het bouwen van in de kernen. We hebben ook in de verkiezingsprogramma staan, flexibel omgaan met de rode contouren. Dus van waar je wel mag bouwen of niet mag bouwen. Die rode contouren hebben we al een paar keer gehad. Ja. Dat klopt. En we hebben zelf een keer het geval gehad, dat was in Eendijk. Dat was net buiten die rode, een klein stukje. Dan zou een gebouw weggehaald worden en dan ze daar een woning neer zouden zetten. En hebben we ook als SGP hebben we daar aandacht voor gevraagd. Maar de toenmalige wethouder zegt van de rode contourenlijn kan niet. En de provincie is daar tegen. Ja, terwijl dat een verbetering had kunnen wezen voor die plek. Maar denk van dat mag niet, toch niet zo zijn dat dus gewoon elke keer van dit mag niet en het kan niet. En dan kom je op afstand ook richting je burgers. Het is geen wet van meden en persen. Nee, vinden wij van niet. Nee. Even in de combinatie met provincie, gemeente, jij zit echt overal in. Zit je ook nog in het waterschap? Nee. Ik heb wel met water te maken, maar dat is op een ander vakgebied. Ja. Blussen. Invoering omgevingswet. Ja. Jullie hebben als gemeenteraadsleden, zagen wij op Twitter voorbij komen, een avondje gehad over de omgevingswet. Ja. Is een avondje genoeg? Nee, dit was de eerste aanzet. Het is een behoorlijke transitie die eraan zit te komen. We hebben natuurlijk in het sociale domein al een soort exercitie gehad. De zorg. De zorgtransitie.
Waar we natuurlijk ook nog de nodige uitdaging hebben. De omgevingswet is natuurlijk het samenvoegen van een hele hoop wetjes en regels. Op welk gebied? Nou, dat is op bouwen, omgevingswet, bestemmingsplanning. Omgevingsvisie, omgevingsplan. Dus dat een hele hoop onderdelen dan samengevoegd worden tot één omgevingsplan. Dus de bestemmingsplanning die we nu hebben, er zijn er een stuk of 14 denk ik, die dan samenvoegt tot één omgevingsplan. Ten aanzien van de wet en regelgeving, er is behoorlijk wat. Algemene maatregelen van bestuur, verordeningen, wetten. En die worden dan samengevoegd tot één wet. Mm-hmm. Maar dan zitten natuurlijk nog wat algemene maatregelen van bestuur om het nog te verscherpen. Maar om een hele hoop zaken natuurlijk, vanuit milieu en om dat allemaal makkelijker te maken en samen te voegen. Ik las ergens iets van 500 wetten worden één in klopt, deze. Ja. Ja, 466 of zo uit mijn hoofd. Er zal heus nog wel een verdwaalde wet ergens de kast rollen. Maar goed. Zijn we straks van al die bestemmingsplannen dan hier af? Kan iedereen doen wat hij wil, nog steeds? Of alweer? Ja, en dat wordt dan ook de uitdaging. Van dat we ook met de burgers en met de mensen om tafel gaan. Mm-hmm. En ook kijken wat de mogelijkheden zijn en wat niet de mogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk van, mits. Mm-hmm. Dus het kan, maar er zitten natuurlijk ook wel wat regels. Het is niet dat het allemaal vrijgegeven wordt, maar er zit wel meer een verruiming in. Ten aanzien van waar we nu mee te maken hebben. Waar gaan de burgers het allereerste dat merken? Waar gaan de burgers dat het eerste mee merken? Ja goed, die zullen we ook mee moeten nemen in die hele transitie. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog een hele weg naar 2021. Maar voor je dat weet, dan zitten we er al aan. En dan ook aan kunnen geven van met ten aanzien van wensen. We hebben eens een keer een soort arena gehad. Het ging over het buitengebied. Ja. Even als voorbeeld. En er waren belangengroepen, LTO, agrariërs, belangenorganisaties. Goed, ook de gemeente, ambtenaren, alle stakeholders, alle betrokkenen. Ja. En dan op een gegeven moment kijken van hoe kunnen we het plan met elkaar, een soort consensus, een soort dat het draagvlak is. Om te kijken van wat willen we, wat kunnen we. En daar dan met elkaar gezamenlijk in optrekken. En niet iets creëren dat je zegt van, goed, dit is het plan. Mm. U mag inspreken, 6 weken of iets dergelijks. En uiteindelijk is het gewoon het einde van de rit, dit wordt het. En, of dat er nog een aanpassing komt, want het is niet zo dat het... Goed, we willen daar eerder met de mensen daar ook mee onder tafel gaan. Dus dat is nou wel positief. Zoiets hoor, dan denk ik gelijk van, als de belangenorganisaties opkomen, dan moeten die ook gevormd worden. Mm-hmm. Ga je straks dit dorp dan helemaal volzien met belangenorganisaties voor bepaalde punten? Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat een hele hoop mensen ook wel vanuit gezond boerenverstand ook een inbreng kunnen doen. Ook hele kundige mensen. Er zijn al een hele hoop respectabele belangengroepen die ook nu al aangeven. Ten aanzien van de natuur. Mm-hmm. Of ten aanzien van andere dingen die spelen in onze gemeente. Ja, goed. En die zul je wat meer in het voortrekt ook kunnen vinden. Even een voorbeeld, denk ik, die ik niet begrijp. Ja. Is het misschien ook wel een praktijkvoorbeeld. Scala Medica, hier eigenlijk tegenover de LOS-studio. Ja. Wij zitten eigenlijk aan de kant van de begraafplaats. Er zijn een aantal parkeerplekken bijgekomen. Die zijn door de gemeente gecreëerd. Ja. Gaat zo'n regel ook weg dat gebouwen bijvoorbeeld, als ze bouwen, een aantal aantal parkeerplekken daarbij moeten hebben? Mm-hmm. En als ze dat niet kunnen realiseren dat ze dan moeten betalen? Mm-hmm. Of juist wat hier nu hoogstwaarschijnlijk blijkt, dat er niet betaald is? Nou ja, kijk, een hele hoop gemeentes hebben een soort parkeerfonds. En dat is eigenlijk, uitgangspunt is dat ieder bedrijf, of dat hij zijn broek ophoudt. Op zijn eigen terrein, parkeerplekken heeft. En meestal wordt het dan ook gerealiseerd. Mocht het niet zo zijn, stel dat er een inbreidingslocatie is, of een bedrijf wat uitbreidt. En dan is er een kans dat er dan gezegd wordt, de parkeernorm, u gaat uitbreiden. Dus je hebt waarschijnlijk 3 of 4 extra plaatsen nodig. Is niet te realiseren in de huidige situatie. Dat er dan een bedrag betaald wordt per parkeerplek. Dat is landelijk, bij een hele hoop gemeentes is dat zo.
Kijk, als de vraag is van ja, waarom de ene wel en de ander niet? Ja goed, er zijn van ons natuurlijk ook vragen van, waarom gebeurt dat? En nou ja, er werd een Bescale Medica natuurlijk ook laatst in de berichtgeving in de Buntschalter. En werd het aangegeven met die parkeerplaatsen. En terwijl er een ondernemer hier in onze gemeente wel voor twee plaatsen een aardig bedrag neer moet tellen. Nou ja, goed, dan willen we ook natuurlijk dat er duidelijkheid vanuit het college, ook richting ons, maar ook gewoon richting de burgers, van ja, hoe zit dat nu? Nee, want anders krijg je natuurlijk allerlei reacties van ja, de ene doet het wel, zoals jij net al aangaf, de ene doet het wel en de ander niet. Nee, wat zijn voor afspraken gemaakt? Ja, ik denk dat speelt iedereen allemaal met die vraag zit. Dat is zo. Zo'n plan, zo'n Scala Medica, waar zoiets mee gebeurt, ja, daar hebben jullie toch over als raad ook over beslist? Ja, we hebben natuurlijk daar ook als raad daar, goed, het college heeft daar natuurlijk ook een belangrijke rol in gespeeld. We hebben natuurlijk ook gezegd van laatst samen met de KAP en het CDA, we willen natuurlijk ook openbaarheid. Hè. We zijn ook natuurlijk in de onderhandelingen, zaken die geheim zijn. Dat dus ook als een traject aan het einde loopt of grotendeels klaar is, dat er dan ook openheid en transparantie is van ja, waarom zijn er bepaalde afspraken gemaakt. Ja, en ook waarom of bepaalde dingen gelopen zijn. Nee, want iedereen moet gewoon weten van wat er is er gebeurd. En dat hebben we aangegeven. Nou goed, ChristenUnie en VVD zijn er ook in meegegaan. Dus ja, we hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk daar ook duidelijkheid in komt. Dat krijgen we dus binnenkort te horen. Ik hoop het wel. Ik heb volgens mij in april al toezeggingen even uit mijn hoofd gezegd. Kijk, voor ons is het uitgangspunt voor de SGP. We hebben het toen al met de plan Zuiderzee al aangegeven. Er waren een hele hoop zaken die waren in, toen ik dat zei, in nevelen gehuld. Raadsleden die kunnen dan natuurlijk ook in geheime stukken kunnen die nog natuurlijk kijken. Alleen ja, je kunt niet openbaar maken omdat je natuurlijk ook afgesproken hebt dat je geheimhouding, want daar heb je natuurlijk ook afspraken in gemaakt. Maar wij willen ook natuurlijk zo snel mogelijk dat de burgers ook inzicht kunnen krijgen van ja, wat heeft er gespeeld? Waarom zijn bepaalde dingen zo gegaan? En ja, daar willen we ons hard voor maken. Er was een redelijke discussie over die geheimhoudingen. Kan je kort uitleggen waarom gemeentes soms dingen geheim houdt? Ja, waarom hou je iets geheim? Dat heeft natuurlijk te maken met als belangen geschaald kunnen worden van de gemeente. Stel dat je in een onderhandelingspositie bent. En ja, dan net een soort keerpunt hè, ter aanzien van verkoop. Of met onderhandelingen met een opdracht of een projectontwikkelaar. Nou, wat dat heel gevoelig ligt, hè, ter aanzien van concurrentie of andere. Hè, of dat de gemeente daar schade mee op kan lopen, hè, op diverse manieren. Dan is dat op het moment ook wijs, maar ook juridisch ook verantwoord om dan te zeggen van ja, op dit moment nog geen openheid van zaken, omdat het dan het plan speelt. Ja. Maar stel dat het plan geschaald wordt, hè, door wat veroorzaakt dan ook, hè, kan er stagnatie optreden, ja, en bepaalde dingen niet goed uitpakken. En dus, wordt alles uiteindelijk een keer openbaar? Alles moet uiteindelijk openbaar, ja. Dus alles wordt een keer duidelijk? Ja, en voor ons is natuurlijk, hè, je kunt zeggen van ja, het wordt ooit een keer openbaar, nee. We willen ook duidelijk, ook advies, want we hebben in eerste instantie ook als SGP die aanzet gedaan, alle geheimhoudstukken al op een lijst. En we willen ook natuurlijk daar met adviezen en ook natuurlijk inzicht hebben van, is het wijs om hem vrij te geven? En niet dat het op zijn beloop gelaten, van ja, hij staat op de lijst, als er niemand naar tolt of naar kraait, dan blijft het geheim tot, Helemaal goed. Jan-Bert, we komen aan het einde van dit gesprek. Heb jij na de aanloop van die verkiezingen, die verkiezingen komen eraan, als je nou op plek 10 toch met voorkeursstemmen en vanuit Bunschoten gekozen wordt, ga je dan in die Staten zitten? Nou, ik zei altijd wat het zwaarst is, wat het zwaarst moet wegen natuurlijk. Ik doe de huidige politiek hier in het dorp ook met veel plezier en met veel inzet. Maar goed, ja, dat is natuurlijk een afweging. Maar goed, ik wil ook bij deze, als dat mag, van de gelegenheid gebruik maken om. Er zijn geen reclame netwerken. Nee, dat weet ik. Maar in de kader van de verkiezingen zijn er diverse vraagstukken. Ter aanzien van het waterschap, ter aanzien van de Eerste Kamer, ter aanzien van de provincie. We hebben donderdagavond,
hebben wij een bijeenkomst in de Mandenmaker. 7:45 begint die. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. En kennis te maken met de vertegenwoordigers en de vragen te stellen die kunnen leven. Dus van harte uitgenodigd. De inbreng te geven aan de democratie, dat is belangrijk. Zeker weten, heel belangrijk. Dankjewel voor dit gesprek. Binnenkort misschien in de Staten. Voor de kijkers, bedankt voor het kijken. We zijn bezig met een lijn over de Provinciale Staten. We proberen zoveel mogelijk lokale mensen die daar op de lijsten staan te interviewen. U bent van harte welkom om daar ook inbreng op te hebben. U kunt dat doen naar ons e-mailadres bu1politiek@nieuwevorm.nl. Altijd via onze website, Facebook, Twitter, Instagram. Kan allemaal bericht worden. U bent van harte welkom daarvoor. En bedankt voor het kijken. Tot ziens.